Ja, volgens mij moeten we ze niet doodmaken, of wel? Nee. Ja, er staat remain undetected. Dus ze mogen gekild worden, maar zodra ze een lijk zien, dan zijn we de sjaak. Dan moet ze gewoon heel slim zijn. He's number 5. Zal ik ze proberen even naar elkaar toe te lokken of zo? Ja, een diversion of wat ga je doen? Ik heb een flare gun. Oké. Okay. Maar ik weet niet precies hoe die werkt, maar ik ga gewoon even proberen of die. I see a fifth target. Probeer maar. Ja, we kunnen zo. Ik weet niet wie hier het beste zicht op deze dingen heeft, maar we kunnen. Zullen we deze drie gewoon knallen? Die drie? Ja, ik denk wel dat het kan, ja. Ik heb twee. Drie kan ik niet zien. Ik kan één ook niet. Patrick, welke kun jij? Eén kan ik ook wel. Eén of twee kan ik. Oké. Shit, ik ben naar beneden. Misschien kan ik drie, moment. Eyes on target 5. Drie. Ah. Drie zit net achter een hek. Kut. Ik moet nog even iets hoger wachten. En anders gooi ik wel een steen die kant op. Even kijken of ik drie in het vizier krijg. Ja, op zich kan ik schieten, ja. Zeg het maar. Patrick ook? Ja, Patrick heeft chat, ja? Wat zeg je, Patrick? Ja? Ik neem drie wel. Oh, hij neemt drie. Oké, wacht. Even kijken welke ik kan pakken. Welke heb jij, Timer? Twee dan? Eén. Ik heb één. Oh, ik doe twee dan. Drie. Twee. Eén. Ja. Ah, awesome, jongens. Goed gedaan. Oké. Ja. We hebben aan de rechterkant eentje staan, die is eenzaam. Ja. Op de hoek, op het balkon achter staat er ook eentje. Die moeten we dan met z'n tweeën, die kunnen we allebei grappen. Eén mag gewoon neerknallen. Oh, dat heeft Patrick al gedaan. Patrick, doe nou niet zo onvoorzichtig, jongen. Ja, daar is die. Daar moeten we die andere, Patrick. Nou, volgens mij kunnen we het nu wel fixen, trouwens. Er is verder niemand meer, hoor. Bugs are in place. They should pick up enough dirt for Bowman to get the location on Carzita's assistant. Let's make like a tree and get the fuck out. Leave the area undetected. Oké. Gaat de alarm af, of niet? Oh, nee. Hé, hey, er zat nog een skill point. Terug. Hé, hey, nog een skill point hoor, ik weet niet. Waar? Ja, in dat gebouw dus. Nog iets van 5 skill points misschien? Ja, ik heb even die rode luiden komen op de weg langs gereden. Oh, zo. Vandaar. Oké. We zijn al weg. Moet je eigenlijk nooit met zo'n mooie sportauto doen? Een voorwiel Lamborghini. Nou, even kijken, hier binnen, zie je dat pijltje naar boven? Skill points. Nee, ik heb ze niet in het huis of zo? Ja, nee, hier in die waterput. Wat is dit? Take. Oh, metal man! Had je die al? Nee, maar ik heb geen info op dit gebied. Oh, jammer. Ah, ja, dan kun je hem ook niet pakken. Ja, ik heb hem wel. Oh, je hebt hem wel? Oké. Okay. Skill point is het. Dat is ziek. Born leader? I asked the rebels to send over a vehicle for us. Welke skill point was het, denk je? Ja, ik weet het niet. Ik zie het niet.
Heb jij Born Leader er ook op staan nu? Even kijken, waar zie je dat zo? Bij het team of zo, bij jouw... Geen idee. Nou, kom, we gaan het gebied uit. Ja. We zijn de andere kant op gegaan trouwens. Oké. Kom maar aan. Ja, Patrick leidt het gebied weer in. Hé, kom. Baby. Dude. Goed gedaan. Oké, de follow-up. The Bucks picked up a guest mentioning where he is. I'm sending you the location now. Tango Mike. Don't waste any time with this guy. Just kill him and be done with it. Roger that. No matter. Kijk, dat is een betere werk. Just kill him. Oh, we moeten ook ergens heen nu. De eindbaas. He's dead. Waar zit je nou Tijmen thuis dan? En daar gewoon in de keukentafel. Zo. Ik wil gewoon great. Maar waar zit je? Oh, nou, gewoon in de tafel. In de, oh, de eetkamer. Oké. Ja, sinds ik dat schermpje zo heb, kan ik natuurlijk gewoon... Gewoon lekker chillen daar. Oh, onderstuur. Sorry. Mooi. Zo. Ah, shit, ik val naar beneden. Nee. Ah. Gewoon met de boot. Ah, crap man. Ik moest die gast had informatie. Je hebt hem doodgeschoten. Ik heb je wel maar lekker geschoten. Je hebt nu zowel, denk ik. Pascal, waar ben jij ondertussen dan? Ja, ik ben het water gevallen, dus ik pak nu even gauw een bootje. Ik ben er lekker eerder. Ik ben er al.
a small group of tankers. I got eyes on Carzita's assistant. Ga je gewoon full Rambo erin? Oké. The assistant is down. I say again, the assistant is down. Won't be long till Carzita has to come handle his business personally. Is dit nou weer? Nomad, the activity's just intercepted a call. You caused enough trouble with Carzita's back in Aqua Verde. He's gonna throw a party every day of the week. He's hoping to convince people that things shit, are all I'm right. Hit! Where's the party? His place. I think you should crash it. Make him give up that guest list. That's exactly what I had in mind. Nomad out. Then Sicarios are going for the diversion. That tango's down. Vámonos, vámonos. Frag out. Opa. Nou, weer uitgekampt hier. Dat ging snel. Dat was redelijk fotjes, ja. Check it out. Weapons, you know, weapons case. Waar? Ah, hier zo. Ik weet niet of je al hebt. Oh, ik heb de SR3M. Klinkt best goed. Assault rifle. Ja. Heb je nog meer intel op dit gebied of? Nee. Nee. Heb je nog Division 2 gehaald of niet? Nee. Oh, niet toch? Oh. Ah, dat van wel. Dat is vergelijkbaar, maar dan iets meer close combat. Ja, maar dan zit ik nog meer tijd achter dit soort dingen, joh. Ja. Oh, ja, ik heb ook niet dan, maar van de kant. Ja, je hebt nu al wat aardige uurtjes erin zitten, of niet? Nou, valt op zich mee. En nou? Leveltje 16. Oh, netjes, man. I'll fly. Oh, heb je nog een tango? Oh, en weg is hij. En is gone. Ik heb een grote helikopter. Super, ik ben even een informatiepakketje aan het pakken, 150 meter verderop en dan Oké. Bij punt A bedoel je? Ik weet niet van hier, waar ik nou ben. Oké. Locate rebel. Location of a rebel radio transmitter that's been shut down. Let's go help them get their message out. Side mission Molotov. Nou, kun je instappen? Tweede lab. I got another tango. Target number 3. Oh, ik heb een punt gemarkeerd op de map. Ja. Yeah. Dat is voor mij is dat een side mission. Oké. Okay. Dan kan ik een vehicle drop-off doen, dus dat zou ik wel willen. Zou jullie zoiets hebben van, nou, doe maar mee dan, hey. Kom maar vlug erin. Oh, daar, ja. Zo, hoppa. Ja, hallo, waar gaat Patrick?
Oké, we gaan die kant op. En dan moeten we die zo'n radiootje aanzetten en dan moeten we even wachten tot die luidjes waarschijnlijk weer weg zien te vechten. Ja. Prima kan met zo'n chopper als dit en een minigun. Zeker. Laat ik de missie even starten. Als ik eruit kan. Ja. Te laag voor de parachute denk ik, hè? Ja, doe maar. Even kijken waar ik ga landen. Blow up the entrance, oké. Okay. Oh. Aha, ja, dat heeft Patrick gedaan aan de andere kant. Alright. Oh, dat was wel tof. Oké, okay, dit is mijn eerste vehicle drop-off die ik heb. Ah, congrats. Doei. Oké, okay, even kijken. Wat kunnen we nog meer doen? Story missie. Karzid is going for broke, staging a lavish party to try and win back his most valuable guests after the mess you made in Agua Verde. Crash the party and grab Karzida. His days as a high roller are done. Sounds like a plan. I'll give Garzita this much. That boy does not know when to fucking quit. How do you mean? We turned that resort upside down. Did everything but burn the place to the ground and salt the damn ashes. Anybody else would have taken the hint, but Karzita, that son of a bitch, throws himself a party. He's going all in. If he doesn't make a big splash and try to reassure his check helicopters on Agua Verde for good. That's bad for business. Not to mention his health. If he doesn't turn this thing around, he's got to answer to El Sueño. Looks like we found Karzita's party. Gaan jullie eruit en dan met de parachute? Stay out of sight. Search the crowd until we spot Karzita, then we move in. Clear? Yo. Copy that. What yeah. Ga er maar uit en dan ondersteun ik jullie van de lucht. Waar is die dan? Hey, check mijn parachute man. Ik heb een nieuwe. Woehoe, zie je hem? Ja, groene of zo? Ja, mooi hè? Ja, mooi man. Onze collector. Van bovenaan. Oh, nee, van beneden was dat, hè? Ah ja. Oh, kom ze allemaal. Oh, shit. Civilian killed. Die vluchten gewoon.
Wow, help! Arme mensen. Ze zijn wel bang, ja. Ja, er zitten ook van die bewakers tussen. Ja, die mofo zit lekker binnen. Frag out. Eat it, motherfucker. Good eyes on our boy Carzita. Do not kill Carzita. Hey, zit ook een metal binnen. Super vet. Awesome. Oh, we moeten hem interrogaten, hè? Niet killen. Oh! Frag out. Hola, sorry. Ja, dat was ik. Ah, crap. Sorry, jongens. Ik schoot uit met de helikopter. Nee. Maar er zit wel een medal. Zag je die medal ook binnen, of niet? Nee, maar ik heb die, dan moet je eerst die intel hebben gehad van de... Oh. En ik heb die intel die ik net had gepakt, was die Rebel missies. Oké. Okay. Nou, anders doe ik hem heel even over. Zeker. Hey, weapons case. What the fuck? Folded buttstock. This is gonna be so cool. Ja, buttstick. Wacht, Patrick! Nu wil ik met de parachute. Of met z'n allen met de parachute, dat kan ook. En dan de helikopter laten neerstorten. Gezellig. Ik doe volgens mij veel te vroeg een parachute, want jullie landen. Do not kill Carzita. We need the HVT alive to give up what he knows. Took you long enough. Ik ben op het dak. Vet. Drone. Tango marked, but he's got a civilian nearby. Lol, landen in een zwembad is niet te doen zonder parachute. Dat zou Patrick gaan doen. Lolita! Lekker de Sims hier. Oh, nu zijn ze bang. Marking a hostile. It's close to some locals. Hostile down! Heads, don't you move. Relax, hey? I'm not doing anything. Watch it, Nako. This suit is worth more than everything. Ah! Osea, this is bullshit! I want to talk to my lawyer! Lawyer? Kevin. We're in the big leagues, asshole. The only thing your lawyer can do now is make sure your will's in order. Hey, hold on now! Let's work this out! How much money do you want? 500,000? I can do it! It's easy for me! You know who my father is? Ah! I don't give a fuck about money, Carzita. I work for the US government. We spend billions of dollars on sanitizer alone. Pork barrels, fuck face! Ah! What do you want from me? Names of everyone who's ever visited your little resort. I don't know, man! Te lo juro! Alright, fine, you didn't get this from me, but all the guest info stored on a server, okay? Yes, complete. Even kijken waar die metal is. Enemy down. Oh, hier, op tafel. The
Rebels scope out any security. Metal, no pain. Yeah. Awesome. Ik ga even naartoe, hè. Ik wil dat ding ook. Ja, ik weet niet of je hem ziet, als je die info niet hebt. Nee, ik zie hem niet op de map, maar ik zie hem hier wel liggen. Oh, heb, oh ja? Heb je hem dan? Net had ik hem wel. Heb jij hier, hij lag hier bij mij, hier. Oh ja, hij ligt bij mij ook, ja. Ah, cool, oké. Oh ja, no pain, staat erbij. Awesome! Dat betekent, duration increases. Ja. Nou, chickies, dansen. Ja, inderdaad, ja. Chickies. Ik heb nog wel een intel hier liggen. Hack. Oeh, nice. Ik wil wapens weten. Skill points, positions. Oké. Oh, vet. Mijn weapon totale stats is nu ranged elite. Of zoiets. Ik heb nog zoveel punten bij elkaar dat ik ranged elite ben. Op weapongebied. Oké. Ah, vet. Hey, we moeten een antenne hier vlakbij vernietigen. Kunnen we het gewoon met een helikopter doen? Nee, die moet je volgens mij opblazen. Op een eilandje hier vlakbij. Ja, dan gaan we erheen toch? Iedereen pakt zijn eigen helikopter boven. Toch? Ja, prima. Ik moet even zoeken waar ik ben, hoe ik er ook in de boven kom. Hier rechts. Oh ja, klopt, achter. En dan trap op. Kom maar, broer. Oké. Kunnen we proberen. Armed Force die onderweg is, man. Ja, Air Force One. Oh, check dan die, armen. Die heeft echt van die waves achter zijn helikopter aan. Die over het water gaan ze pakken. Cool, hè? Hey, maar hier is wel een anti-air dingen. Ik ga eruit. Pas op, hè? Bij mij gaat in de kruiken. Oh, crap. Oh, ik ben gewoon niet dood. Ik ga dat ding voor je uitschakelen, ja? Of is dat ding al kapot? Oh. Nee, sorry. Oh nee, het is nog steeds... Oké. Frag out. Hoe was het? Ik vernietig hem. Hij is kapot. Heel eigenlijk. Ja, Simon had even moeite met de groene dingetjes of zo, maar op zich. Deactivate, oké, ga ik doen. Doen. Deactivate de second antenna, oh. Nog eentje. Ik ga met de boot. Go, go, go! Ik heb hier wel een skill point gepakt. Oh, wacht. Die moet ik ook hebben. Daar ben je wel heel secure in, hè? Goed zo. Hier is de... Info? Intel? Voor mij is die skill point hier, volgens mij. Die ergens hier is liggen of daar bij jou? Nee, ik heb hem al gepakt. Oh, toch? Even de intel. Oké. Let's go to the boat. Patrick komt er weer met een helikopter aan. Geloof ik. Oh. Ja, met Pascal. Let's go. Kom je? Ja. Hallo Marije. Pascal zegt hallo. Hallo.
Ja, Patrick is er natuurlijk weer. Die wacht ook nooit op ons, hè? Hier is ze. What the hell? Let's hope more rebels join the party. Patrick, dat is toch geen teamwork, man? Langs een gang, hè? Oké, nieuwe missie dan maar. Wat dan? Deze. We've got intel on a server. Is mislukt dan of? Nee. Deze is nog klaar, toch? Hack the server and get me that list. Locate the server. Oké. Okay. Oh, gaan jullie mee? Kom jongens. Oh. We're too late. Kom je half zure melk? We got a second target. Ik ben laat. Oh, wacht even. Ik ben bij iets verkeerds aan het kijken, joh. Oh. Wacht eens even. Second target, right there. Kom nou. Ik ben. Dat is niet de missie. Ik was best een gele file naar boven gelopen. Hier, kijk, ik ben nu dood. Ik dacht dat de missie was. Sorry, noob. I got eyes on. Kom dan. Oh, je bent dood gewoon. Wacht, we gaan je wel even redden. Prima. Ja, als je tijd hebt, anders span ik al een beetje in de buurt, denk ik. Nee, we gaan gewoon echt doen, gewoon. Nee, ik had hier die gele file in mijn beeld knippen. Dat geeft zo'n geel vierkantje. Dus ik dacht dat de missie was. Dus ik was daar gewoon heen aan het lopen. Hoeveel seconden nog? 25. Oké. Okay. Dat huisje zit een poppetje op de hoek. Ja, zie je. Rebel reinforcements have rolled in to help us out. Frag out, get some. Ik heb nog 10 seconden. Ja, je hebt 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. Oh, net op tijd. Heeft ook een weapons case hier? Hier binnen. Short barrel, altijd leuk. Oké. Okay. Short barrel, inderdaad. Patrick, helikopter. To the top. We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. Oh, wacht even, laat ik dan even. Oh, ja, daar is die. Daarvoor dood ben gaan, even dat gele vel, de file ook pakken. And locate the server. These advertisements for a cartel-owned resort give its location. Sure are a lot of lights and switches up here. Fuck Carzita's business sideways. Oh. Waar zijn jullie, jongens? Hier zo. Hallo. Hallo. Nou, zoek maar wat leuks op. Oh, ik moet nog. Hoor je me nog? Ja. Oké, nee, dat is in één keer weer eens toe. Oh, ik hoor je. Ik moet nog 700 voet parcels hebben, dan kan ik de advanced suppressor doen. Oké, ik ga eruit springen, doei! Oh. Wow, hier zijn heel veel gasten volgens mij. Oh dear. Hey Pascal. Ja. Kan ik op een snelle manier mijn microfoon muten? De microfoon muten? Ja. Ja, dan moet je. Ik weet de shortcut niet, maar dan moet je even naar Discord en dan ergens in linksonder zie je een icoontje van een. Oh shit. Van een microfoon. Volgens mij hoor je mij zo meteen niet meer. Ik praat gewoon door en ik klik nu op.
Ja, klopt. We horen je niet meer. Oké, kan iemand mij reviven alsjeblieft? Patrick! Damn, that was close. Let's get back on mission. I would not want to be Carzita when El Sueño finds out. I heard that. He'd best find some place where Santa Blanca can't get to him. Like Mars or the bottom of the fucking Marianas Trench. Carzita will be fine. People like him always find a way to survive. He'll probably drop out of sight and turn up. Oh, time is fast. Running a resort on the fucking Riviera. Guy looks out for drunks and fools. And sleazy motherfuckers named Carzita. Hey, Tywin, Eastbound. Ja. Tijmen zit niet meer in de missie, dat is gek. There's another one, right? There's the server with the guests. Then Sicarios are going for the diversion. The rebels get a 20 on any Sicarios? All right, this is it. Let's get that list of names and go. Starting download. Stay sharp. Okay, jongens. Patrick, let's defend. Dead. Set up a perimeter while we wait for the download. Nou, komt helemaal niemand verder. I'm placing a mine right here. Heb jij mijnen, Patrick? Oh, vet. I'm planting a mine here. We've cut their power. Frag out, eat it, light fuckers! Panels over here. I called the rebels for some indirect fire. Copy that. Shut out. Now it's an easy defense, dit. Ja, gek. Wat bugged. There's another tango. Nou, 30 seconden, easy. Maar Tijmen, je moet nog de missie accepteren, anders krijg je de punten niet. Nou ja, oké. Chatten is T, hè? Dat je het maar weet, Tywin. Demo complete. Good to go. I'm not even sure I want to know who's on that guest list. The Bilderberg group, most likely. The who? Exactly. Bowman, Agua Verde is all clear. It'll take them years to repair these relationships. Carzita's business in Agua Verde is done. Captured.
Oh, ik wil deze metal pads met de mine. Dan kan ik ook mijnen leggen, toch? Patrick? Heb je om mijnen te leggen een mine metal nodig? Dat vroeg ik. Ja, maar ik zie nu ook een mine metal liggen. Die wil ik graag ophalen. Oké. Tijmen, kom je ook mee in de helikopter? Dan kun je een mine metal ophalen. Kun je ook van die mijnen neerleggen. Jazeker, kom mee. Oh. Ik moest even mijn microfoon weer aanzetten. Oké. Okay. Skill points. Ja, het is skill points hier ook gepakt, denk ik, hè? Ja. Er zijn er 5. Oh, nice. Ja, klopt. Ik heb nu een mine metal gevonden. Die gaan we nu ophalen. Maar je kunt ook gewoon als skill ook kopen, toch? Wat is die mine metal dan? Ja, het geeft je meer mijnen, zegt Patrick nu. Oké. Okay. Nou ja, prima. Ja, een extra mijn inderdaad, ja. Heb je trouwens bij die dingen al overal eentje geüpgrade? Volgens mij wel. Dan wordt je blast radius van je granaatjes wordt groot. En hier, ik zie hem al in de middel. Oh, je ziet hem ook, oké. Okay. Ja, ik heb nu ook die dingen gepakt. Oké. Kassaramba, ramba, 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 ramba. En dit is al kijken of je af hebt te doen. Ik kan ja, vind het leuk om even te drinken, dan doe ik even een medaille aan het pakken, een pakje, en dan zeg ik dat. The rebels got their attention. Some rebels just rolled up to lend a hand. Ik wil zeggen dat ik gewoon eventjes Holy shit. Eventjes wegkomen. Ah, nice, oké, okay, goed zo. Hey, Pascal? Ja. Kan ik even een kwartiertje pauze nemen? Ja joh, tuurlijk. Tot later. Dan, wat is een handige manier om even het spel gaan afsluiten, denk ik, hè? Ja. We zijn slaat het gewoon op. Ga ik even drinken met Marije en dan nou ja, mocht je nog gaan spelen zijn straks, dan zie ik straks. En anders zie ik de volgende keer weer. Ja, groetjes. Hey, rol. Doei. Host migration, oké. Okay. Zal ik eentje kiezen, Pat? Unidad has confiscated a truck full of medicines from the rebels. I Let's want go. To take it back and get it to Qatari's people. They'll make sure it's put to good use. Kun je niet op Discord nu komen, Patrick? Got one. Hoor je mij? Ja, kun je komen, ja? Ja, ja, ja. Oké, okay, nice. Oké, let's go in. Ebbers. Tango is fucking down. Nice. Wil je het stilletjes doen of gewoon wat is... Gewoon erin en gaan. Ze doen niet dat, hè. Dus het zijn de soldaten. Als die achter je aankomen, dan blijven ze komen. Ja, dat is waar. Maar, nou ja, we kunnen ook tactisch doen. Prima. We need to get these vaccines to Qatari's people ASAP. Let's get inside the outpost, find the truck and haul ass. Oh, dat beetje, ja. Kijk, hier kunnen we naar binnen dan. Ik heb er een paar gespot. Het is namelijk als je die vrouw haar kan wegrijden zonder dat je gezien wordt, dan word je ook niet aangevallen onderweg. Oké. Okay. Zullen we kijken? Ja.
kunnen kijken wat we kunnen doen. Je moet gewoon zorgen dat je niet, weet je, dat jullie dat forces are attacking you, dat je dat niet hebt. Ja. Er zit wel vet veel in dat gebouwtje, zie ik. Oké, even wachten. Ja, ik kan even niet spotten. Maar wacht even, ik kan onzichtbaar zijn. Oh ja. Even kijken. Ik heb die, die backpack, hè. Oh ja, dat is waar. Dat is echt wel handig. Oh shit, ze zien me dus wel. Oh, crap. Dat lijkt dus niet. Dat was vooral niet konden zien. Hè? Shit. Oh, ze zijn on alert. Jammer. Knallen dan maar. Ah. Mooi. Wow, nice. Oh jee, dan komen ze echt met z'n allen. Help. Maar even respawnen, dan spawn ik even wat rebels. Nou, ik ben dood. Oh, heel kan. Even. Call for some rebels to back us up. Ik hoop dat ik jou nog kan helpen. Denk niet. Het zijn echt superveel. Run! Thanks, man. Ben je al respawned? Ja. Oké. Okay. Patrol lost. Ik ben weer helemaal. Frag out. Drone going up. Wacht eens. Frag out. Explosive drone is handig. Ze zullen mortar inroepen, ja? Ja, doe maar, ja. Ze blijven daar een beetje staan. Ja, ik heb gedaan. Oh. Ja, die gaan, hè. Oeh, misschien kunnen we een helikopter raken. Ah, nee, nee. Oh, dat zou vet zijn, hè? Voor die achievement. Die wil ik echt hebben. Wow, wat de... Ze hebben een Apache ingeroepen. Echt? Ja. Holy mac. Dat is niet zo mijn helikopter. Wow! In één keer zo'n missile. Holy mac. Oh, komen er veel? Ah, ik kan daar geen. Zo. Daar moet je mortar op gooien, man. Ja. Ga ik even proberen, ja? Maar hij moet nog. Jammer, cooling down. Ik moet gewoon even niet gespot worden, dat is makkelijk. Ah, ik zit helemaal trapped. Help! Ik moet gewoon een granaat in dat gebouwtje gooien. Even wachten, want ik ben aangevallen. Kom op! Ja. Er zit er eentje bij de rechterdeur.
Wat explodeert er nou? Kom! Ja. Ik word aangevallen. Fuck took you so long. Oh, thanks. How good's this rebel mortar team? The rebels scope out any Sicarios? He's dead. Yeah. Oh, netjes. There's another one right there. I got a third tango. Ze blijven maar komen, joh. Ja. God damn it, we're too late. Okay. God damn it, we're too late. Ik denk dat we kunnen. Ja, let's go. Even ammo pakken, hoor, want ik heb haast niets meer. Ja, ik ook. Ben jij nog hunted of zo? Nee. Oké, okay, nou, ik ook niet. Dus ik moet het zijn. Nou, heb ik toch goed gered zo. Eyes on the package. Time to collect. Jij rijdt. Okay, cool. Atari, this is Nomad. We've got the package you asked for. We're delivering it now. Bravo, my friend. Oh. Drive carefully. The glass handfuls containing the vaccine are very fragile. Rij hem niet kapot. Take a turn too quickly and... I get it. We'll be careful. Nomad out. Jeetje, kijk die file. Ja man. Ja, we hebben wel 100 mannetjes gekild als het niet meer is. Het is allemaal een beetje vol hier. Kom. Ah, meen je niet. Serieus? Oh man. Aan de kant. Nee, nog steeds. Wacht even, dadelijk heb je die vrachtwagen kapot. Ja. Dat zou weer gebeuren met jou. Dankjewel. Wil je langs? Ja, pik maar even op. Wel mee natuurlijk. Ja, eigenlijk. Yo. Hey, welcome back. My phone. Wow. Je bent al bezig? Ja. Ja, we hebben nu een vrachtauto gestolen. Dat moest. Er zit een of andere dure lading in, dus we mogen de vrachtauto niet te veel beschadigen. Ah. Nou, ik start het duivelse spel weer even op. Oké. Okay. Ach man, wat een weg joh, wat is dit? Mooi hè? Jongen. Hey, ik hoor ook Patrick toch? Yes. Rustig. Ja. Doe het toch goed jongen? Ja. Ik heb echt wel zin in de LAN-party. Ja, echt wel. Ik wil toch echt wel met z'n allen kunnen. Ja joh. En Martin komt nou ook eindelijk officieel. Ja, als hij betaald hebt, dan kan ik hem oppikken. Hij heeft betaald toch? Nee. Hè? Hij heeft toch betaald? Heeft hij tegen jou gezegd dat hij betaald dan? Hij zei tegen mij van... dat dat een rip uit zijn lijf was. Dus ik ging ervan uit dat hij betaald had. Ja. Maar
ik heb nog niks op de rekening, dus... Oh no. Wat ga je doen als je niks hebt op de rekening dan? Niet ophalen. Ja, ik heb gezegd, het moet gewoon voor de lijn gestort zijn. Ja. En dan krijgt hij zijn PC ook niet. Nee, ja, dat is het hem. Dan heeft hij geen PC. Neem ik hem al mee. Ah, die gaan heel staan hoor. Ik wil die SSD hebben die erin zit. Nou, ik heb misschien nog een SSD over, maar ik wil even nadenken of ik misschien nog een PC bouw en dan misschien toch voor mezelf. Dat weet ik niet zeker. Ja. Waarom heb je een PC dan, Skal? Ja, weet ik niet. Dit is een goede laptop. Ja, dat is waar. Ik kan een SSD gebruiken voor mijn games. Ik heb niet genoeg ruimte om mijn games op mijn SSD te zetten. Ja, daarom. Ik denk dat ik die SSD in jou ga verkopen. Voor een goede prijs. Als je voor mij, ik weet het, als je voor mij No Man's Sky koopt, dan vind ik het prima. Oké, wat voor harde schijf heb je dan? Hoeveel? 1 terabyte SSD. Van Micron. Ik moet nog wat dichterbij. Oh. Dat kunnen we wel afspreken, denk ik hoor. Ja. Je moet dichterbij, ik ben er nog niet. Maar dan wil ik wel even eerst weten van of No Man's Sky wat voor jou is. Nice job, Hotshot. Your team's done a number on Santa Blanca's share of the cocaine market. Hè? And liberating that hospital. Hoe kwam die gast nou hier? Maar heb je hem al gespeeld, No Man's Sky, of niet? Nee, dat wil ik gaan doen. Ik zit naar dit te spelen. Oké. Maybe, but if they're not signing paychecks, they're losing. Maar er zijn zoveel updates bij, jongen. Je kan ook co-op spelen nou. Ja. Dus ik denk dat we gewoon lekker met de LAN ook die kunnen doen dan. Ja. Atari, this is Nomad. The package has been delivered. It's all yours. Thank you, Koompa. I'm in your debt. Oké, even kijken welke missie nou. Deze duwt. Moet wel een stukje reizen, maar. Huh? Of moet heel snel zijn? Helikopter! Kom eraan. Nee, silent spape. Nee, gaan we niet doen. Nee, niet silent spape, niet doen. Die hoef ik hierin. Nee, dit is een andere, toch? Nee man, ik heb het net gehaald. Dit is het tweede deel. Dit is het tweede deel. Oh, het tweede deel. Oké, laat maar. Even kijken hoor. Nomad, I have something for you. Nomad, nou, doe ik wel I have something for you. Ja? I sent a package. I'm patching your coordinates now. Ja, dan kan ik even nog een keer wat inschenken. Moment. Ja hoor. Ik zit beneden. Doe je me oppikken? Je rijdt terug. Ja, kom eraan. Wacht, nee, kom eraan. Zo, that's it. Dit is zeg maar de pre-missie van de nieuwe Ghost Recon. Ja, die is vorig jaar uitgekomen, zag ik. Ja, vorig jaar, ja. Breakpoint. Mm-hmm. Daar is dit zeg maar de voormissie van. Is nou iets anders bij de Breakpoint of gewoon een beetje hetzelfde, alleen een ander jasje? Ja, ander jasje. Normaal als je singleplayer speelt, is natuurlijk 3 teammates bij je. Maar een Breakpoint heb je dat niet. Ja, dat is echt super makkelijk hoor, met die teammates. Ja, dat sinkshot is echt super. Ja, ik heb ze gelijk alle 3 gedaan. Hè. Elke keer die pijpen spruit te knallen. Ja. Het game wordt eigenlijk best wel makkelijk als je de makkelijkste 2 difficulties kiest. Dan kan je eigenlijk gewoon naar binnen rennen, iedereen neerzet totdat ze je zien en dan ben je ook niet spotted, zeg maar. Ja. Pascal. Ja? Ik vind naast mijn namenbeeld, als ik zo'n luidspreker met zo'n streep erdoor, betrekt dat? Dat je in-game voice uit hebt staan. Ja, dat is juist goed. Oké, top.
anders zorgen we jou dubbel. Uh-oh. Wow. Nee, hoeft niet, Timon. Nou, ik ben al weg. Nee. Maar. Sorry. Oh. Ik zag hem even inslaan bij jullie. Oké, ik ben er ook uit. Ah, crap. Nog 4 kilometer, man. Armin leeft nog? Jawel, hè? Ja. Haha, hop de auto. Haha. Oh nee, dat dacht ik. Buckle up, people. God damn it, we're too late. Wat? Hey, waarom? Hey. Waarom zei je in één keer. Oh, die selecteert of. Oh ja, dan moet je even een assignen weer. Dan moet je, kan je ons dan ook weer joinen? Ik weet niet hoe ik die moet. Ik heb dat ding al gehaald, dus hoe kan ik die. Je kan ons toch joinen? Ik zit bij jullie in de missie. Ja, maar niet bij ons. Wat zeg je? We hebben de missie Retrieve Bowman's Package. Oh, ik ben daar. Nee joh, je bent Operation Oracle bezig. Nee. Dat zie ik in beeld staan. Ja, oké. Okay. En dan staat onder wat dat precies inhoudt. Dat klopt. Maar ik zie jou er niet bij staan, alleen maar Patrick. Oh, ik heb je wel weer gejoined, dus kijk hoor. Ik stel ook geen. Dat is gek, hè? Retrieve Bowman's Package. Ja, die ja. Nu ben je weer gejoined. Ja, ja. Oké. Okay. We gaan trouwens langs een. Basis. Een bonus medal. Hipfire spread. En een. Star 21 rifle rijden. Maar even waar? Waarom ga je aan de andere kant dan? Oh. Ja, ik dacht dat we er voorbij waren. Nee, we gaan er langs rijden. In dat stadje zit dus een. Oh, oké. Okay. Heb jij die intel ook, die wapens dingen en zo? Nee, niet voor deze stad. Oh, oké, okay, want dan moeten we even. Zeg maar, rechts, links. Bonus medal. Bij A is een bonus medal. Oh, oké. Okay. Heb je het punt? Hoi. Hoor je mij nu? Ja, geef het. We hebben wel een paar tango's in die area, maar. Ja, hier is het. Nou, stoer. Op de eerste verdieping ligt het. Oké. Okay. Geen idee hoe boven komen. Aan de zijkant dan, zo. Ja, hier. Ja, maar langs de trap ook gewoon. Ik zie niks. Ja, hier, kijk dan. In de kast, die staat ernaast. Nee, ik zie niks. Heb je hem al? Dan heb ik hem al. Hipfire spread. Moet je even kijken in je skills. Moet je even skills openen. Oh, die heb ik al, ja. Ja. Oh. Motor. Ik nu ook. Dan heb je die wapenen ook al. Welk wapen? I got it, I'll fly. Het zat hem best wel. Oh, die heb ik, ja. Die heb ik ook. Ik ben Wow! Dit is een vet helikopter. Oh crap, zelden. Oh, help. Ja, kom maar. Ik ga even de drinken halen, weer terug. Nee, Patrick, help ons! Ja, dat kan niet, jullie zijn nog in die stad. Ga gewoon dood en spawn bovenop mij, ik sta bij het hutje. Oh.
Hey, I cannot fast travel, I'm down. Maar dan ben ik eerst doodgaan, oké. Okay. Ja. Ik had wel een hele vet helikopter met missiles. Zeg je? Is het Pascal, weet jij dat? Ja. Ik weet niet of Patrick nog meeluistert. Maar als je dus... Ja? Die helikopter wil spannen. Is het dan een bepaalde plek in een bepaalde provincie die de rebellen misschien moet halen? Of is het gewoon een... bij de eerste missie kun je een SUV spawnen en daarna steeds betere wapens. Weet oh, ik heb geen idee. Dan moet je echt aan Patrick vragen. The access card. Unidad has custody of a high-level Skelltech engineer. As you can imagine, he knows some sensitive U.S. industrial secrets. Okay, come at the motor. Unidad currently is holding him at an underground research facility, and that card should open the security door. Ook weer een folded bitstock daar, een folded machine gun en de soldbar. Find him and extract him. Ja. Yeah. Think you can handle that? A simple extract. Consider it done. Oh, heel even mijn skill points eventjes. Ben ik weer. Hoi. Stap je in of pak je een helikopter? Ja, nee, ik stap in. Hey Rufus. Dat Skelltech is zeg maar de vijand in Breakpoint. Oké. Okay. Hey Patrick, jij kan helikopters spannen. Ja. Is dat in een bepaald gebied dat je dan zo'n missie moet doen? Of is dat gewoon de eerste rebel missie krijgen? Als je die vehicle drop-offs missies blijft doen in elk gebied, weet je wel? Ja. Dan wordt hier langzaamaan... Even wachten, als je op... Even kijken, J. Als je op J drukt, dan open je skills. Dan zie je helemaal beneden zie je rebel support staan. Ja, ja. Nou, en als je dan dus dat gewoon elke keer doet... Een vehicle drop-off. Level 1 kan een auto spawnen. Level 2 kan een armored auto spawnen. Ja, precies. Dat met level 3 wordt kan dus een helikopter spawnen. Ja, precies. Het heeft dus niet te maken met dat je naar een bepaald gebied moet toegaan nee. Om... Nee, helder. Ja, ik heb dus nu... we hebben dat net op het ene eilandje gedaan. Ja. Dus ik kan nu SUV's spawnen. Dus dat is wel fijn. Op zich. En hoe meer je hem upgrade, hoe sneller je ook weer je cooldown is. Ondertussen te eten, dus. Lekker, wat eet je dan? Een balletje hard, dat kan ook niet. Oh. Hoe zijn jullie dan met de auto? Ja. Oh ja, ik probeer dan met de motor... Ja, ik zie op de map naar boven komen crossen. Ja. Dus in het treinrails, waar we gaan een treintunnel in. Oh, wat cool, ik ook. Ik kan wel uitrijden. Oh, of niet? Gaat dat niet? Nee, blijkbaar niet. Zo, is het afgesloten? Ja. Ja, je moet lopen. Ja, het wordt op. Oh, lullig. Ligt hier ook een wapen, hè? Ligt er een wapen? Oh, cool. Ja, ja een weapon crate, zeg maar. Zo'n accessoire. Is de... Weapons case over here. Oh, de motor kwam er wel weer. Oh ja, een assault rifle stak. Awesome. Een folded butt stak. Hey, what the fuck, ik kan die bike niet meer pakken. Nee. Hier binnen mag je niet rijden. Ah, wat een bullshit. Ja, je bent toch ook geen trein, Pascal? I'm riding the motorcycle. Oh wacht, die staat nu in één keer wel. Jij kan niet zeggen hoe ik me jezelf identificeer, hè? Oh ja, sorry. kan je deze tijd niet meer zeggen? Nee, dat klopt. Ja. Ik identificeer mezelf als trein. Ja. Kom met de motor.
Oeh, even tag allemaal hier. Hey Patrick, heb jij ondertussen alles al op maximaal staan of hoe ben jij? Ik heb het spel helemaal 100% uitgespeeld. Oh. Met dit karakter. Patrick, ga eens opzij. Oh. Wel vet saai dus dat je nou met ons aan het spelen bent dus. Dus ik heb, ik kan gewoon, ja, ik kan doen en laten wat ik wil. Ik heb alles vrijgespeeld, alle wapens, alle skill points, Rebel Ops, zeg het maar, ja, alles. Gewoon elite ben jij wel? Ja, nee, ik ben ook level 30 inderdaad. Oké. Okay. Arnold Schwarzenegger. There might be civilians inside, so watch your fire. Is dat nog wel leuk om te spelen dan, Patrick? Ja, tuurlijk. Met meerdere spelers is het sowieso leuk. Kijk, singleplayer heb ik inderdaad niet veel meer te doen. Een beetje rondlopen. Als je alle missies al gedaan hebt. Maar met andere spelers is het altijd leuk. Dat is ook het leuke van de LAN. Ja, precies. Ja, het scheelt ook wel. Jou maakt niet uit wat wij nodig hebben. Je zegt, hiermee, ik ga wel lekker mee. Ja, precies. Als jij zegt, we gaan dat doen. My best. Ik kom mee. Ja, dan gaat het gewoon om de gezelligheid en ja, gewoon samen spelen. Dat houdt vooral om. Only the Unidad soldiers have been killed. So our guy should still be alive. Jeez, how are we supposed to find him in all this mess? Search, dumbass. Ja, ik vind de voice line in deze game echt super goed gedaan. Ja, jouw character is altijd zeg maar, hoe heet hij? Je hebt altijd zeg maar de main voice line, zijn wij altijd de secondary. En in mijn geval ben jij dat natuurlijk. Oh, ja. Als je character een vrouw is, dan wordt het aangepast. Ze hebben zeg maar alle karakters hebben ze zeg maar, zowel voor een man en een vrouw ingepraat. Want de mannelijke Holt heeft weer een andere stem dan de vrouwelijke Holt. Look at this shit. High caliber rounds. En dan de vrouwelijke van die andere is ook een andere stem, zeg maar. Dus dat is helemaal goed gedaan. Nou, wel een detaildingetje. Nou ja, ze hebben er best wel aandacht aan besteed. Ja, sowieso dit spel toch heel veel uit Bolivia nagemaakt. Ja, ik vind het best wel veel aandacht aan besteed voor dit spel. Ik heb nog een document waar ik niet bij kan. Ja, ik ook. Nee, dat komt dadelijk. Oké, thanks. Dadelijk gaat er een deur open waar je nu nog niet achter kan komen. Dus je moet nu gewoon doorlopen. Search for the engineer. Als ik dat vrij nog steeds met zijn motor binnen. Ja, daarom. Skull, je moet er boven. We gaan niet met de motor. Jawel, dat kan wel met de motor, kijk. Waar ben je dan? Een echte vent kan met de motor naar boven. Motor. Een echte vent rijdt met zijn motor in de slaapkamer. Deze kant. Kom eraan. Wat denk ik toen? Oh, ja, oh, sorry. Ah, oh, nou, mijn motor, man. Zo. Close out. Dat doet mijn vrouw ook altijd. Je motor kapot schiet in de slaapkamer? Ach, man. Is gewoon over vrouwen gesproken. Wanneer ga je nou trouwen? Ja, dat is nog even uitgesteld. Dat is vooruitgesteld. Ja, je bent gaan trouwen, je bent gaan verbouwen. Vanwege financiële redenen. Ja. Nee, joh. Ja. Ja, trouwen is een duur geintje, hoor. Ja, vooral jouw trouwerij, 10.000 euro of zo. 11,5. 50 comtools, woehoe. Nee, maar dat was met huwelijksreis erbij, hè? Ja, precies. Gek. Hoeveel is hij kwijt? 11,5. Zo joh, waar ben je geweest dan? Amerika. Oh ja. Camper of? Nee, ik ben een totaal maand weg geweest. Ik ben eerst 2 weken naar Disney World geweest. En toen zijn we met een cruise de Atlantische Oceaan overgevaren. 2,5 week. Oh ja. De tijd toen je geen kinderen had. Inderdaad, was inderdaad tijd voor kinderen, ja. Toen kon dat nog. Oh, toen was je al aan het oefenen. Sounds like camping. Ja, maar dat was ik al jaren. Oh. Duurt het zo lang bij jou? Nee. Maar oefenen, daar kan je niet jong genoeg mee beginnen. Nou, dat zeg ik verkeerd.
Ik krijg nou een cutscene trouwens. Ja, ik uit. Even checken. Ik ben in Nepal geweest met mijn huwelijksreis. Oké, backpacken. Ja, hij heeft 2 weken die Annapurna-circuit gedaan en toen 2 weken motorrijden door Nepal. Jeetje, dat was heel erg anders. Ik heb echt bijna een maand lang niks gedaan. Ja, naar Disney World geweest. Bowman didn't say to expect you. Hi, ik heb een vrouw gedaan. High level. Oh, dat is die Co-Mac of zo, toch? Hij is een slechttrick van Breakpoint. Ja, ik vond hem ook wel een beetje fishy, want ik had hem in een cutscene gezien bij zo'n extra missie die ik gedaan heb. Ja, inderdaad. Bij die Silent Spade of zo? Ja, ik vind het wel. Dan kom je hem ook tegen, maar dan is het echt wel een beetje gedenkt, ja. Ja. Hij wordt gespeeld door die gozer die ook in de Punisher-serie heeft gespeeld. Oh, dat ken ik niet, zie. Oké. Hij is een acteur eigenlijk, zeg maar, die in het spel hebben gezet. I could blow sunshine up your ass all day, but I'll spare you. Deze gast lijkt echt op Badahari. She's my real girl. Ja, een beetje wel, ja. Hey, John Bernthal. She's been protecting a little shit. What's it do for them? Inform me exactly. Hoeveel kinderen heb je, Pascal? Wat zeg je? These must be some pretty serious. Pascal, hoeveel kinderen heb je? Oh, sorry, Patrick. Fuck. Ik heb een jongen en 2 meiden. Oh, ik ook. Oh, echt waar? Ja. Nou, nee, Broest is in november is 7 geworden. Roosmarijn wordt in mei 6. Broers en Roos schelen zeg maar 14 maanden. En Julia wordt dadelijk in februari wordt ze 4. Oh, kijk, dan gaan ze allemaal lekker naar school. Ja, dus nog een maandje, dan gaat de laatste ook gewoon naar school. En dan... En jij? Mijn oudste die wordt zes. Simon is net 3 geworden en Kato is 1 net geworden. Oké, okay. Er zit iets meer tijd tussen. Ja, bij ons is zeg maar in 3 jaar en 4 maanden tijd is het gebeurd geweest, zeg maar. Jongens, concentratie hè nou. Ja, ik ben druk bezig. Jij doet het schieten toch? Ik? Ja, toch? Wij zijn aan het praten. Ja. Nou, ga lekker naar de kantine dan. Waar woon je in de landen, Patrick? Ik woon in Rokanje. Ik ben geboren en getogen Rotterdammer. Ja, ik ben in Rokanje gewoond om wat dichter bij werk te zijn eigenlijk. Ik werk in de haven. Ah, kijk. Dus om niet elke in de haven? Opslaan, overslaan van ijzerets, kolen. Al dat soort dingen. Oh, er zit al zo'n grote machine te werken, of hoe... Ja, het is een hele grote soort raafmachine met zijn wiel aan de voorkant, zeg maar. Oké. En controlekamer, bulldozers, al dat soort dingen. Als het maar groot en zwaar is, dan doen we dat. Hey, ik werk voor Ties Groep. Help! Oh, die naam ken ik inderdaad wel, ja. Ja. Grootste Duitse staalfabrikant, dus maak ook liften, roltrappen. Moet we Pascal weer even helpen, hè? Ja, uiteraard moeten we Pascal weer helpen. Sorry! Maakt niet uit, geen probleem, hè? Dat mag. Hey. Ja. Pascal is een beetje noob, hè? Die is niet zo'n goede gamer. Kill controls do good work! We should get together like this more often! Right! Next time I bring a high caliber rifle. Oh hell. Mandel! Ik heb echt een schokken in mijn kop. Frag out, hold up, bitches. Lekker. Dat yep, volgt hem weer. Tijben, newbie. Ja, oh, wacht eens, ik heb een vector van. Wacht even, ik pak even een vector. Ah, awesome. Maar zeg, je moet even een zwaarder wapen nemen. Ik heb een LMG na. Ja, ik had net die machine gun, maar die was duurde echt lang om te pakken weer. Maar je kan gewoon zo swappen, hè? Ja, 1 en 2 en zo, ja. Hey, en hoe kun jij Pascal... Ik heb Pascal leren kennen via een andere vriend. Pascal zat in de klas bij Martin.
En, oh ja, ik speel op een PC die inlogt als Martin, dus dat is dan, ja. Daar hebben we van de week mee gespeeld, toch? Woensdag. Ja, nou ja, gisteren. Of eergisteren. En toen hebben ze ook een keer een LAN-party gehouden. Dus daar ben ik Pascal leren kennen. En sindsdien hebben we altijd maar LAN-parties gehouden eigenlijk. Oh, dat is wel 15, 16, toch? Digitaal. Oh jee, ik ken Pascal al hoe lang? Hoe lang zijn we elkaar al kennen? Sinds 97, denk ik. 98? Ja, denk het een beetje wel. Toen we net kabelinternet kregen. Ja, inderdaad. Maar dat vooral ook dus online kennis. Nee, ook al in het echt hoor. Oh, kijk. Ik heb hem voor het eerst in het echt te leren kennen tijdens die LAN toen. Dat was de eerste keer dat ik hem zag. Oh, sorry, LAN. Dat is, ik had nog nooit gedaan een LAN-party, maar dan zit je inderdaad met z'n allen bij elkaar. Ja, dat hebben we zelf wel gedaan. Wij deden normaal gesproken altijd oud en nieuwe LAN'en, zeg maar. Shit, we deden op, de hele kerstdag kwamen we naar elkaar. De Millennium LAN-party, die was tof, hè? Ja, dat was echt de grootste. Maar dan deden we altijd... Maar dit op 27 december gingen we dan naar elkaar met computers en al. En dat deden we tot 2 januari, dus bijna een week lang. Deden we lellen. En daartussendoor een beetje vuurwerk afsteken, misschien nog een keer naar de film of zo. Dat hebben we denk ik een keer of 4-5 gedaan. Ja, zoiets. En daartussendoor nog wel eens een weekendje in de zomer of in het voorjaar. Normaal gesproken deden we 2-3 keer per jaar deden we lellen. Ik zou je nog wat filmpjes een keer laten zien, Martijn, van vroeger. Lachen, man. Ja, dat jij een bureau in elkaar trapt. Ja. Dat op Martin Sinusflessen gelukkig wordt. Weet je die nog? Ja. En eieren naar de buren gooien, weet je nog? Die Turkse mensen. Ja. Die eieren. Toen kregen we eieren terug, jongen. Moet je hier nog wat pakken trouwens, of kun je gewoon doorlopen? Nee, je moet er gewoon doorlopen. Ik heb dat documentje niet gepakt. Oh, je moet dat mannetje meenemen. Oh. Sorry. Je moet wel die vent meenemen natuurlijk. En die documents heb ik allemaal nog niet gepakt. Had het al gemoeten? Goddamn. He just couldn't help yourself. Ja. Just can't walk away from a fight, kid. My skill's not on my resume. Ik neem die man wel mee. Oké. Maar waar moet ik die documenten pakken dan? I'll be in touch. Ik weet niet welke documenten. Oh, hier, ergens. Ja, mijn map staan nog documenten, maar... Ja, op die brug. Volgens mij, of niet? Hier is er eentje beneden, waar ik nou ben. Ik maak alvast de route vrij. Ga kijken of ik een helikopter kan krijgen. Waar ik sta, Pascal, ligt een document. Ik weet niet of je ook al gepakt hebt. Oh nee, die ga ik nu pakken. Ik zie ze, ja. Maar onderweg kwamen we ook langs een gesloten deur. Die later open gaan. Daar komen we nog langs weer. Oh, ik kan geen voertuigen spawnen. Dus we moeten het hiermee doen. Oké. Ik weet niet, Tijmen. We moeten nou gewoon terug. Oh, die duwt moet mee, kut. Oh, hij loopt zo langzaam. Ja, wacht maar. Oh, hij loopt best wel prima als je gewoon maar doorloopt. Nou, dus we kennen elkaar al 20 jaar. Ja. Ja, dan ken ik Martin al langer en Emiel nog langer. Ja. Ja, ik ken Martin sinds HVO2. Even denken, ik ken Emiel vanaf toen ik een jaar of 7 was. Oh. Dat is Via scouting, toch? 29 jaar. Die heb ik leren kennen op scouting. En via Emiel heb ik Martin leren kennen. En via Martin is het school weer. It worked. I hope it wasn't too much trouble. Wait. En hoe oud ben je, Patrick? Ik ben 36. Get him to the safe house. Ja, dat is 83, dat is fijn. Ja. Duh. Ik ben zeg maar de oudste van ons vieren. Emiel die scheelt een week. Precies een week jonger dan mij. Al ja, net geen half jaar. Die is in december jaar. Ja, en dan komt Martin. En dan komt Martin weer een maand later. Zie je me dit al geen gips te eten? Ja. Stop er nou eens mee, man. Slecht voor je. Maar ik ben wel op. Op de zak. Ja. De hele week als we op Voice zitten, zit je de hele week op paprika chips te vreten. Paprika, ja, dat klopt, ja. Dat is mijn lievelingssmaak. Ja. De hele week al. Ja, kan zijn, maakt niet uit. Ja, dat is zo. Neem die gozer mee.
Ja, die komt eraan. Ah, oké. Take care and stay out. ¿Qué haces? You got any cheese, man, about the cartel of the Sicarios? This is where it ends, amigo. Leave the area, oké. Oh. Bowman, this is no man. Hij is weg. The package has been delivered. Excellent. Leave him at the safe house. I'll take care of it from here. This is where it ends, amigo. Take care and stay out of trouble. All right. I'll drive. Nou, leave the area. Half volle melk ook even mee. Oh. Nou, Tijmen heeft even gemute, denk ik. Hallo, Tijmen? Hallo, ik ben er wel, jawel. Oh, wel. Ik heb even informatie gepakt. Ik heb skill points in de omgeving. Oké. Okay. Awesome. Maar, De missie gaat nog verder, weet je natuurlijk. Gaan we even wachten. To our regularly scheduled program of liberating the people of Bolivia from the tyranny of the Santa Blanca cartel. I'm ready to sling some more lead. Not yet. I got a funny feeling about Bowman. Wait for debrief, okay. Let's get moving. Dan moeten we hem zeg maar volgen. Niet gevonden worden. Undetected, okay. Daar ben je altijd goed in, hè? Undetected. Ja, ik denk dat jullie dat maar beter kunnen doen. Kun je droom gebruiken, hè? Oh ja. Maar dit is echter. Keep an eye on these kids. Drone going out of our way. Drie drones volgen die vent. Nee hoor, ik ben gewoon aan het lopen. Oh, je bent gewoon aan het lopen. Ja, kom. Doe je gewoon even die, anders weer even die rode lui taggen of zo. Ja. Drone is up. I got another tank. Target number 3. Alsjeblieft. Dank u wel. Hij gaat naar de kerk. Ja, hij loopt door de kerk. Oh. Oh, he's dead. Ja. Nee, je hoeft ze niet doodschieten. Je moet ze niet doodschieten. Sorry. Je moet die vent volgen, dat is belangrijk. Ja, oké. Okay. Als je hun gaat doodschieten. Hij gaat nou ergens naar binnen weer? Dan word je dadelijk gevonden, dan heb je een probleem. We gonna listen in or what? Nomad, deploy your drone. I'm on it. I'm safe. Waarom je drone gebruiken? I was rescued. Look, it doesn't matter. Someone is going to take me to the airport soon and get me out of here. Tell the niños, papa is fine. What the? We'll be in our ja hoor. Are you sure about this? What? An island in the middle of nowhere. Komt ineens Unie dat wagen om de hoek rijden. Die spot maar. Ah, jammer man. Hoe fucking random is dat? Oh. Nou ja, kun je niks aan doen. Nee, we gaan kloten. Dat is stom. Nog een keer. Die silent space mist, die was irritant. Want als je dan elke keer dood ging, dan begon je weer in die basis. Moest je weer al die lui omleggen. Ja, maar dat ging met teamgenoten ging dat echt super makkelijk. Dan ken je die film Groundhog Day? Ja. I'm ready to sling some more dat was dit zo'n beetje, ja. Nou, inderdaad, op een gegeven moment, ik heb gewoon een soort renroute gedaan. Dat ik gewoon wist, ik kan er doorheen rennen. Door die basis. Ik om naar die helikopter te komen. Ik heb ook inderdaad 3-4 keer gedaan. En op een gegeven moment wist ik precies van, oké, hier naartoe. Die 4 gasten gewoon pop. Dan die en dan die en dan die. The drone is up. Want je kon ze eigenlijk allemaal gewoon zo doodschieten zonder problemen. Zolang je maar niet gespot werd. Ja, precies. Maar op een gegeven moment als je in eentje bent, dan moet je constant eruit openmaken. Dus ik heb geen. Op een gegeven moment ren ik ook voor je patrouille gewoon uit. Dan weet je gewoon bijna gezien. Maar ik weet het als spot je niet. Als je gewoon half gespot bent, ben je nog steeds niet gespot. Dat is het voordeel. Dus dan kon ik gewoon lekker doorrennen naar die klote helikopter. Ja. Want ik ben al zo vaak dood gegaan met die stomme rothelikopter. Dat ding is gewoon een tankman in de lucht. Ik werd helemaal gek van dat ik de hele tijd door die SAM-sites vliegtuig werd. Dus ik ben op een gegeven moment via de andere kant de basis ingegaan. En toen heb ik eerst die 2 luchtafweer geschud buiten de basis vernietigd. Voordat ik de basis inging. En toen ben ik gewoon zonder dat ik gezien werd, ben ik zo weggevlogen. Oh, stonden er 2 van die luchtafweer? Ja, er stonden er 2. Maar zodra je wegvliegt, schieten die 2, zeg maar.
Ja, ik had er altijd eentje gedeactiveerd, want ik kom daarna vervolgens. Nee, er staat er een in de basis en twee buiten de basis, zeg maar. Juist om je op te vangen als je wegvliegt. Oh, maar je bent niemand doden. Ja, hij zag mij, maar ik schoot met twee. Sorry, ik heb mijn dikke, vette, luidruchtige gun nog staan. Oh. Er komt eentje op je af, schiet hem neer. De rest is allemaal niet... Got him. Oké, hij is nu bang in de kerk. Hij gaat zo doorlopen. Eén moment. Detected. Ah, wie is er gedetected? Ja, je moet gewoon ergens aan het begin van het dorp staan en gewoon je drone gebruiken. Oké. Gewoon in een hoekje gaan staan dat ze je niet zien en gewoon je drone gebruiken. Die gasten die er staan, die zijn helemaal niet belangrijk. Oké. Maar ik was niet detected. Pascal, jij? Nee. Wie was detected dan? Nou, ik niet, want ik stond nog helemaal achterin gebruik. Ja, of ik was het, want Patrick zei op een gegeven moment, maakt die gast af. Dat deed ik. Nou ja, maakt niet uit. Drie keer scheepsrecht. Ik loop wel een beetje dichterbij, want mijn drone heeft niet zo'n groot bereik. Nee, maar je hebt niet veel bereik nodig. Nee, maar kijk, ik heb niet veel bereik. Kijk, als we hier zitten, zo. Dan redden we dat makkelijk. There's another tango. The rebels scope out any Sicarios. He's number 5. Kijk, waar wij nu zitten kun je niet gespot worden. Dan kan je me gewoon zo volgen de hele tijd. Nou, volgens mij hebben ze allemaal bijna getagd. Ze zijn allemaal getagd. Dus er is geen oranje gloed meer, dus we hebben ze allemaal. Ja. Maar Pascal, koop ik verder dadelijk No Man's Sky. Ja, is dat via een bepaalde launch of hoe gaat dat? Via Steam? Oh, oké. Ja, dan stuur ik jou die SSD op. Ja, als je hem doormailt, is makkelijk. Dan kan ik hem voor de lijn nog even inbouwen. Dan kan ik spellen op die SSD zetten. Ja hoor. Moet je even je adres doorappen? Oh, een drone op mijn map van jullie. Ja, grappig. Ga je hem dan uit de computer van Martin halen? Of, Nee. Het is een. Ik had die nog liggen. Je had? Ik heb die nog liggen. Oké. Ja, het was via Marktplaats een SSD, maar die deed niet goed. Maar die gast was zo aardig om gewoon een nieuwe op te sturen. Wow. Ja. Dus prima. Hoe die eraan komt, interesseert me niet, als ik maar een SSD heb. Ja, ik denk, ik vermoed een beetje van de vrachtwagen te vallen, maar ja. Ja, maar dat maakt niet uit. Ja. Pascal, laat jij je in met zulke schimmige zaken, ja? Ja, daarvoor ben ik een beetje Italiaans. Het slechte stemmetje in mij. Waarom hoor ik hem niet? Oh, trouwens, we hebben vijandige alpaca's. Oh. Wat heb je voor kaas? Ik heb een document. Nee, alpaca's. Ja. Op de helling, pas op, ze zijn vijandig. Oh, alpaca's. Wacht maar, ik blaas hem dadelijk om. Remain undetected, hè? Ja. Oh, mission complete nou. Oh, awesome. Oké, ik gooi de motor er bovenop op die gast, ja? Yo. Nee, dat wou ik doen. Alpaca's. We overheard a conversation. I warned you not to trust her. I'm not burning bridges yet. I want to see what this meeting is all about. Before you go, I want to show you something. Level 21. Oeh, je bent er bijna. Hebben we nog iets gezelligs in deze buurt, of... Ik heb een helikopter laten spawnen. Oké, even kijken wat we kunnen doen. Misschien kunnen we bij die... even kijken... Story mission.
Als je bij punt B wil stoppen, dan kan ik even skill points pakken met Pascal. Ja? Ja, ja. Wacht even hoor. Hoes! Ah, dat is echt lullig. Bastard! Lid van de Matrix. En die staat op de stream, man. Die steeg wel meteen op. Ja. Nu moet je terugkijken. Lol, we hebben 2 extra passagiers of zo. Ja, ik zie het zo. Echt, je vindt echt, echt wat een happening. Die rebels die komen mee. Nou, rustig landen alsjeblieft. Ja hoor. Hoes, wat valt daar naar beneden? Waarom kan ik niet uitstappen? Oh crap. Fucking hell. What did Pat Kataris get? The Rebel mortar team's going to work. Holy mac. Hey. Help! Iemand schiet door mijn hoofd. Leuk, de plek heb je uitgezocht voor de skill point. Leuk. Dank u. Dag Vector, hallo. M249. Wacht even, ik moet ook even de skill point pakken. Supply tags. Tag supplies, oké. Okay. Metal. Nee. Frag out, eat it fuckers. Je bent een motor, hè? Motor. Ook zijn we motors. Nou niet meer. Ja hoor, ineens staat er iemand achter me. Oh. Oh. Kom eraan. Even kijken, hoe kom ik nou snel bij jou? Ja, naar boven. Ja. Ik sta bovenop. Waar is de trap? Oh, hier. Ik kom. Run, Forrest, run! Ik heb vast een gastje voor jou doodgas. Kijk. Alsjeblieft. Oh ja, we nemen die vette helikopter. Hey, joh, wacht even joh, ik moet gewoon wat dingen taggen hier. Ja. Ga je gang. Maar voor zometeen. En ik heb die metal en zo nodig. Waar je het over had? Nou, die medal, dat was geen medal volgens mij, dat was gewoon skill points. Skill points? Ja, ja, die had ik getagd inderdaad, dat was mijn waypoint hier naartoe. Ja. Prima donna. Sure are a lot of lights and switches up here. Wow! Wat? Ah, oh, chips. Wat? Ja, ik schiet per ongeluk een raket af met de helikopter. En hij is kapot. Oh. I got eyes on another one. Ik heb hier ook nog een helikopter waar ik nou ben. Oké. Okay. Frag out, see you in hell. Got it. Dat is zo'n assault chopper had je. Ja, man. Ik heb hier ook een assault chopper. Ja? Land om level te binnen plaatsen, dan scheelt dat weer lopen. Ja, maar deze heeft geen raketten toch? Hey! Ja, doei. Hey, ik was er net, man!
Kom maar. Ja, te laat. Oh! Kort. Hier voor je. Bastard. Frag out, eat it, fucker. Frag out, hold up, bitches. Ah, oké. Ik geef je wel. Ik geef me over. Ja, gaat hij lekker zitten stoer doen hier. Help! Stel! Hoe lang moet je nog? Ja. 30 seconden. Auw. Hier. Super gemeen. Nou, niet meer doen, hè? Oké, sorry. Fuck, took you so long. Pakatari's guy sending us a vehicle? Oké. Even kijken, dit. Story machine. Kill Santa Blanca's military training instructors. Santa Blanca's foreign military instructors are working out of the program's main training camp in Montillo. Yeah. Killing them will bring training. Zijn we nog een aantal dingen taggen of niet? Nee! Jongens, rustig aan met de helikopter. Erwin? Tijmen? Hallo? Yo. Ga je mee? Ik moet even een skill point pakken hierboven ergens. Oké. Jullie schieten me naar de knetten. Pascal waarschijnlijk. Ja. Nee. Ja. Hoe doet Patrick? Ik heb de helikopter niet kapot geschoten. Oh, 5 skill points, nice. Oh, ik heb echt vet van supplies nog rond showen. Waar gaan we nou heen? We staan te wachten op je. Ben klaar. Heb je al die supplies al of zo? Of krijg je ook nog dingen in beeld nou? Nee, ik krijg ze ook, maar ik heb ze niet nodig. Ja, dat snap ik. Ja, ik wel, man. Ik skip ze gewoon. Kom maar. Ja, dat weet ik. Maar ik kon nog een beetje bij elkaar zien te krabbelen. Ja, dat is fijn. Ik moet wel die food parcels hebben, want ik wil die damage reduction van die silencer hebben. Dan moet je... Hoor je dit? Als je dat wil, dan moet je zoveel mogelijk van die convoys doen. Nou, laten we dat gaan doen dan. Crap. Hoe moet je die Rebel Support nou upgraden dan? Ik zie niks. Veel door, meer te doen. Rebel Support missies te doen. Oh, support missies. Oh, oké. Ja, wij kiezen vaak voor die optie 2, voor die wapens. Zo in, ja, in die, dat klopt. Maar als je dus die... Ik snap. Oké, let's go. Let's kill the instructors. Hey, maar achter ons staat een dikke gevechtshelikopter, of is die kapot? Nee, is kapot. Ik heb school laten ontploffen. Sorry. Oh, die ding die ik voor jullie gerocheld had. Nee, school die had de helikopter gepakt, want vervolgens schoot hij in de raket. Ja, ik had ook eentje gepakt, die werd ook neergeknald. Ja, dat was ik. Ja, hier is ook een gevechtshelikopter, man. Dat ik brokken kunnen maken, man. Ja, sorry. Wat gaan we doen? Kijk maar naar de missie. Die instructors keren. Ik al gedaan volgens mij. Die is bij mij wit. Oh. Ja, bij mij is ook wit. Ik heb hem nog niet gedaan.
Nou, dat gaan we voor jou doen. Ah, lief. Oh, explosie beneden. Ja, die helikopter vloog ergens tegen. Oké. Okay. Oscar, heb je nog dingen die je daar kan pakken of niet? Beneden? Vast wel. Nee, in die missie dingen, die instructor kill missie. Ja, daar kan je de HTI pakken. Nou ja, daarom heb ik hem al. Die moet je hebben, want dat is een lachend ding. Ik heb de HTI al. Huh? Waarom doen we deze missie dan? Weet ik veel, maar mensen nog geen. De instructor toen de tijd niet gekilled had van de week. Ik niet. Oh. Nee. Oh. Nou, dan gaan we dat nu doen. Oh, ik ben gewoon echt gecamoufleerd in de lucht, joh. Maar kijk, man. Ik ben gewoon half ghostachtig. Nou. Ik heb er eentje gekild. Ja, top. Awesome. Alarm. Pas gewoon even het alarm af laten gaan. Ja. Het zou best verstandig weer zijn geweest natuurlijk. Sorry. Zou weer niet, hè? Dus gewoon weer altijd tactisch doen, maar hij is altijd de eerste die niet tactisch doet. Nou jongens, dat is toch lachen. Oh, help! Ja. Oh, een granaat bij mijn kont. Ja, ja. Ja. Je bent gewoon gestruikeld over je eigen fetus. Ja. Ja. Nou. Dan heb ik de tweede dinges kapot. Ja, ik heb de tweede instructeur kapot. Dank u. Ik heb nog 4 seconden. Oh, nou doei. Ik span wel op Patrick. Graag gedaan. Pardon. We hebben Rebel Radio dichtbij. Mogen we die doen? Ja hoor. Is de missie al geslaagd dan? Ja, ik heb al 2 instructeurs aan Patrick de andere. Terwijl jij lekker op de grond lag, geen probleem. Krijg je de punten dan? Ja, zolang je niet dood bent. Oh, dank u wel. Nou, Rebel Radio, on me. Oké, dit is mijn laatste missie dan. En dan ja, voor mij ook, want ik moet morgen werken. Ja, precies. El Murrow's gonna have a hell of a time getting new instructors. And if the dumbasses don't listen, we keep coming back until they get the message. Ik moet even ammo hebben. Geen granaten meer, geen. Laten we die konvooi even stoppen dan, mannen. Er komt 5000 voet parcels komen eraan. Ja. Oké. Okay. Ah, hij komt deze kant op. Ja, ja. Oh, dat wordt makkelijk zat. Ja, die helikopter is het makkelijkste, want maar volgens gaan ze kaart rijden. Dus we moeten wel een beetje transport in de buurt. Je moet eerst van die vent uit die vrachtwagen moet je gaan doodschieten. Die chauffeur van die vrachtwagen. Oh, slim. Oh, he's dead.
Oh, als je die vrachtwagen half kapot schiet, dan stapt hij ook vanzelf uit. Pascal, kom hierheen. Ja, ik ben al onderweg. Drone signal's jammed. I can't see or hear a thing. Iemand die chauffeur op korrel? Ja. De helikopter wel. De helikopter die is... Oh ja. Auw, kut. De helikopter is weg. Awesome. Die kan op land. Ai. Kom eraan. Ik geloof dat de helikopter de vrachtwagen heeft... Ah, zonde. Nee joh. Nee, trek hem. Kan het nog? Ja, nu kan het nog. Veld staat nog. We're too late. Ja, check supplies. Ik heb wel nog even alsjeblieft jongens, een verbrande vrachtwagen met voedsel. We're too late. Big teens. Goed gedaan. Nou, was dat de laatste missie of gaan we deze... Nee, we doen die Rebel Radio doen we nog. Ja, precies. Let's go. Dit kwam even tussendoor, hè. Oh, awesome. Ik heb ondertussen... Advanced Pressure. Ik heb hem gekocht, jongens. Dank jullie wel. Ja, Advanced Pressure is handig, want dan heb je geen extra damage reduction als je een suppressor gebruikt. Ja, precies. Dat helpt wel. Dat is... Nee, vandaar dat ik een beetje op de hoede was voor voedsel tegekort. En er kwam er toevallig eentje voorbij, dacht ik. Ja. We hebben. He's gone. Hallo. Nu kan ik gewoon standaard die suppressors gebruiken. Yo, we got a weapons case here. Weapons case. Waar? I've been wanting one of these. Submachine, folded buttstock. Ja, is een equipment case, dat is heel wat anders. Ja, dat klopt. Start the radio. Oh ja, dit ding moet trouwens niet kapot, die radio. Nee. Dingen in de maar we hebben ook wat extra rubbels ingeroepen. Wow. Ik zeg altijd het makkelijkste als je hier gewoon een zwaar wapen gebruikt, dan kan je al die voertuigen kapot schieten waarmee ze aankomen rijden. Van hier tot onder het dak. Ze zijn echt bijna dood, maar. Wow, bliksem. Ja, als het gaat stormen, dan stormen ze goed, hè? Ja. De Fanta Radio. 2 minuutjes. Helikopter! Waar? Boven ons. Dood, kapot. Ja, ik heb een super zware LMG heb ik gepakt. Wat heb je, een? Light machine gun. Zeg maar wat heb je? De 248B. Die doet de meeste schade. Oh, ik heb de 249. Ja, dat is een half assault rifle. Okay. Deze kan 200 kogels. Oh, nog eentje. Oh. Niet van mij, want... Nee, het is onze laatste missie. En dat is in 1 minuut klaar. Als het goed is. Nog 1 minuut, ja. Kill can rag out. Get some. Ze spawnen ook echt oud op de bloed, die lui, hè? Ja, man. Ja. Het is wel een stuk makkelijker met z'n drieën zo'n missie, hé? Ja. Ja. Het is echt een peulenschilletje eigenlijk.
Dan zijn we goed. Maar we zijn gewoon klaar, joh. Gewoon, Frag out. Ik sneak even van mijn winterbiertje. Atari got his message out. Yay! Oh, Rebel Mortar cooldown is naar beneden. Alright. Frag out! Dus ik moet nog, die guns voor hire moet ik nog unlocken, maar ik vond het weer gezellig vanavond, mannen. Ja, was cool. Ik ga ook quitten. Hey, tot later! Yo, de mazzel! Doodles!